is niet traag en nee, suf. Nee, helemaal Nee. niet. Wat liggen jullie er gezellig bij? Wat heb jij nou dezelfde trein als ik? Ja, bijna hè. Je moet wel een ander wasmiddel gebruiken. Ja, ik heb alleen net heel erg. Ik heb slijsteen met van die olie. Ik heb olievlekjes erop. Zie je ze of niet? Nou, ik ben mijn camera vergeten, dus het is met mijn telefoon. Dus je ziet er sowieso. Kijk, nu ben je gewoon wel wat lelijker dan anders. Sorry. Dus ik weet niet of je het ziet, bedoel ik. Kun je een complimentje opnieuw maken? Zomaar. Oh, wat had ik ook weer gezegd? Een beetje best dat het zo'n mooie trein was. Ja, nee, ja, ik hou gewoon van grijs. Je hebt echt een mooie trui aan, Teun. Dat ging over mijn trui. Oh, jouw trui. Maar ga je hem ook laten zien dan aan de kijkers? Ja, die hebben ze al gezien. Oké. Okay. Nee, ik vind, ja, staat je goed. Er zitten je kleurenwaaier ook. Leuk je gezicht op. Je krijgt er een lekker bekkie van. Hé, Bertrand, wat is dit? Dit is een lampion. In Lunteren wordt een heel groot hart neergezet. Met allemaal lampionnen van KWF Kankerbestrijding. En daar branden dus allemaal lichtjes voor, ja, voor mensen voor wie een lichtje wil laten branden. En daar ga ik iets moois voor mijn moeder opschrijven. Dit is een soort overval dit. Doe je ook mee. Wauw! Heel Nederland kan online doneren of een lampion bestellen. En wij zorgen dat die geplaatst wordt en dat er ook een naam op wordt geschreven van degene waar je hem voor wil laten plaatsen. Maar wil jij er ook eentje? Ja, natuurlijk. Sorry, ik zit midden in een stagebespreking, maar sorry jongens. En dan kan je een naam erop schrijven van degene voor wie je hem zou willen doneren. En dan zorgen wij dat geplaatst wordt in de vorm van een heel groot hart. Mooi. Ja. Ik zal wel even een linkje in de beschrijving zetten. Nou, super tof. Mevrouw Joosten. Ja? Ik heb Jaap Jongbloed laatst gesproken. Oh ja. En de onvermijdelijke vraag gesteld: wanneer komt Jongbloed en Joosten terug? Oh, ik denk nooit. Heel wat jammer. Nee, Jaap en ik zijn nog altijd heel goed met elkaar. We drinken wel eens koffie en hebben het heel gezellig. Maar ik denk niet dat dat programma nog eens terugkomt. Ten eerste werken we bij verschillende omroepen, dus dat is een probleem. Maar ik denk ook wat geweest is, is geweest. En, maar het heeft de tand destijds wel doorstaan, hoor. Welkom rechtstreeks bij het programma Jongbloed. En Joosten. Ik heb het even teruggekeken. Het ziet er nog best hip uit. Is het zo? Ja. Nou, ik heb het nooit meer teruggekeken, maar dat durf ik ook niet. Nou, het staat op YouTube. Het is echt een aanrader. Oké. Okay. Ja. Is het niet traag en nee, suf? Nee, helemaal niet. En best hippe onderwerp ook. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. Ik kom jij even een nieuwe top 2000 brengen. Tada! Mooi. Is het nou van hetzelfde bedrijf dat het heeft geprint als de Evergreen top 1000? Daar heb ik niet nagekeken, maar hij lijkt op beetje... een dagfilm. Ja, hè? Ook het logo onderin is hetzelfde. Ja. Wel mooi gedaan. Waar staat hij nou? Oh, hier. 16/29, dus dan wordt die uitgezonden op tweede kerstdag. Welke had jij gekozen? Hoe bedoel je? Waar ik op gestemd heb? Ja. Op, nou, 35 nummers. Dit is echt geen goed vlogmateriaal. Ik heb maar 2 uur geslapen, dus ik ben niet zo opdreven. Die vlogkijkers hebben gewoon pech gehad. Ik heb gisteren nacht 3 uur geslapen, dus ik snap het. Het is geen verband hoor, voor mensen die kijken. Nee, we slapen niet samen. Hey, Martijn. Het is een beetje zoals vroeger, hè, dit. Ik ben mijn camera vergeten. Oh, dat viel me niet eens op. Je ziet er nou weer heel slecht uit, zie je dat? Ja, je bent gewoon aan het bibberen met je hand. Nee hoor, het is altijd zo. Nee, maar het is je goede hand. Oh ja, sorry. Ja, ik vergis me soms. Het is allemaal show, hè, dat weet jij ook. Ja, dat weet ik, ja. Ik heb eigenlijk niks bijzonders. Nee, maar ik ben al 200 keer in de vlogs iets niet bijzonders bij jou, dus... Hey, je hebt een sterrenparade, hè, vandaag. Ja, Joep van het Hek, Yvonne Jaspers, Sophie van den Enk, Mick van Wely. Martijn Nijhuis. Dat knip je natuurlijk wel als eerste. Ja, je snapt hem. Ja. Wordt het leuke interviews of is het eigenlijk alleen omdat ze iets te pluggen hebben? Joep heeft een nieuw album. Met zijn band. Oh nee. Yvonne Jaspers heeft een nieuw album. Nee, die heeft een nieuwe oudejaarsconferentie. Nee, zo was het. Yvonne Jaspers heeft een nieuwe oudejaarsconferentie. En Joep heeft een nieuw boek over... Boeren? Ja. Interessant. Ja, dus... Rijd jij dit altijd voor of wat is dit, joh? Voorbereiding. Ja, het is echt... Hij komt een beetje laat binnen, sorry. Hij leest altijd alles gewoon voor, hè? Het valt nu wel op. Het is gewoon een script. Ja, autocue komt zo ook. Dat weet ik. Nee, sorry, ik ben nu helemaal in de war. Joep komt vertellen over zijn nieuwe schilderijen. Chique, hè, die publieke omroep. Dat mooi, we kunnen een vleugel staan. Ja, dit ga ik spelen bij de opening van de Top 2000. En dat moet foutloos. Een soort grote mashup met allemaal platen door elkaar. Net als vorig jaar? Ja, maar dan met piano erbij. Had ik nog niet eerder gedaan.
Dus dat kan alleen maar fout gaan. Leuk, hè? Doe maar, man. Allemaal spannend. Ja. Dus, kijk, hier hebben mensen strafcorvée. Strafcorvée. Leg even uit, wat zijn jullie aan het doen? Wij maken de lijst der lijsten compleet. Dat wil zeggen dat we de mutatie hebben ten opzichte van vorig jaar. Artiest, nummer, hoe vaak die in de top 2000 staat, het jaar het halve. Cindy Lauper, dit jaar 139 plaatsen gedaald, zoiets. Precies dat. Dat verzinnen ze niet eens zelf. En de intratijd, je hebt 14 seconden om dit voor te... Allemaal bedacht. Ja, allemaal, hè. 14 seconden om dit vol te praten. Wauw. En dan komt er eventueel ook nog bij te staan, mevrouw Jansen heeft dit gedraaid op de begrafenis van haar man. Precies dat. Ja, ik heb hem. Wacht even. Even ik hem vasthouden. Kijk, nu ben ik er toch aan het filmen. Oké. Zo. Ja? Thanks. You're welcome. Wie zich afvroeg hoe is dat stagegesprek afgelopen? Nou, blijkbaar goed genoeg, want ik zit bij Juliette in de auto. Ik heb je nog niet uitgegooid. Nee, precies. Nee, je hebt het heel goed gedaan. Nou, we zijn er. Ik denk dat we kunnen afsluiten, dus we gaan even eten, maar het is goed om gaan eten. Heel dankbaar zijn dat we hier mogen zijn. Kijk nou, hey, there he is. Met een pistool? Is dit midden in de betoog? Maar jij zit maar geen idee? Nee, niet. Volgens mij zitten we nu in Martijn's op vlog. We zitten in Martijn's vlog. We zijn nieuwslezers, we houden snel op. Ik wens iedereen heel veel succes. Wij zijn er ook gewoon. Je hebt je vinger ervoor volgens mij. Nee, want wij zitten ineens hier. Hallo! Test, test, sinaasappelkistje. Tjoe, tjoe, tjoe. Nog een eentje bij. Professioneel, professioneel. Die kom ik dus best wel vaak tegen bij... Kunnen jullie eigen hokje zien? Ja. Er is André Rotgans al bezig geweest. Oh ja. Dit is jullie hokje. Kijk, jullie kan al meeluisteren met allerlei quotes. Een slecht beeld heeft zijn telefoon eigenlijk. Gaat hij goed, Gerda?